by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Hoi en welkom weer bij een nieuwe unboxing video van Made by Siem. Afgelopen zaterdag 13 april ben ik samen met het team van Vonnis Creaties en ik vond het echt zo'n ontzettende eer. Mocht ik mee, zij hadden een team uitje en een paar maanden geleden hebben ze mij gevraagd of ik met ze mee wilde gaan. En ja, natuurlijk wil ik dat, weet je, dat is toch hartstikke gaaf. En afgelopen zaterdag vond dat plaats en we wisten allemaal waar we naartoe zouden gaan. Want we zijn naar Wolplein gegaan. En wat een ervaring is dat, zeg. Ik heb zelf wel eens een bestelling gedaan via Wolplein. Maar ik was nog nooit in het inspiratiecentrum geweest in Zaltbommel. En afgelopen zaterdag ben ik daar geweest. Nu zitten zij op een industrieterrein. Als je met de auto gaat, is het helemaal prima te doen. En als je goed te been bent, dan kun je het ook prima met het openbaar vervoer doen. Ik geloof dat wij vanaf het station in Zaltbommel ongeveer 20 minuten gewandeld hebben. Dus routebeschrijving geeft een andere route aan. Maar gelukkig was onze Lennart, mijn Lennart, zo goed dat hij besloot om een tussendoorroute te kiezen. Dus we waren er ook ietsje sneller. Ja. Ik heb voor het eerst alle leden van Team Vonnis Creaties ontmoet. Ik ken ze natuurlijk al via het videobellen, maar ja, in het echt ontmoeten is dan toch nog even anders. Vonne en Michael, die had ik natuurlijk al eerder gezien. Maar Esther, Sharon en Annelies, die had ik nog niet eerder leven in het echt ontmoet, zeg maar. Nou, ik vond het echt een eer en ik heb er ontzettend van genoten. Ik weet dat Michael die heeft al een video online staan. Daarin kun je ons allemaal zien en ook nou ja, een sfeerimpressie krijgen van hoe het er bij Wolplein uitziet. En de video van Vonne, die staat inmiddels ook online. Dus die kan je ook bekijken. Ik zal beide video's, zal ik hier beneden in de beschrijving van de video, zal ik een link van plaatsen. Zodat, als je die nog niet gezien hebt, ga kijken. Echt heel leuk gedaan. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik een video zou maken. Maar toen we daar eenmaal waren en ik had mijn spulletjes die ik uitgezocht had als herinnering aan de dag. Toen bleek dat we Michael geregeld had dat we allemaal nog een goodiebag kregen. Nou, waanzinnig. Ik heb zelf een vluchtige blik geworpen in de tas. Dus ik weet ongeveer wat erin zit. Maar ik weet niet precies wat erin zit. Dat wilde ik dan samen met jullie doen. Dus daar zit ik even te twijfelen. Wat zal ik doen? Zal ik eerst mijn eigen gekochte spulletjes laten zien? Of zal ik eerst laten zien wat er in de tas zit? Ik ga
eerst zien, laten zien wat er in de tas zit. Het is een super gaaf tas. Hij is knalroze. En je kan hem mooi afsluiten met een rits. Dus als ik van de zomer lekker weer, of in het voorjaar, zometeen echt mooi weer is. Lekker weer eens een keer in het Zonsbeekpark in Arnhem wil gaan zitten haak. Of hier om de hoek. Ik zit vlakbij een heel mooi park tussen Duiven en Westervoort in. Als ik daar zou willen gaan zitten haken, dan kan ik deze tas meenemen. Je kan hem mooi afsluiten en hij heeft echt... Nou, hij is zo vrolijk. Het is echt heel gaaf. Ik ga hem openmaken en dan ga ik hem even naast me neerzetten. Want dat haalt makkelijker de spulletjes eruit. Zo, en dat gekraak wat je hoort, dat is mijn stoel. Dat je denkt dat ik andere vreemde geluiden maak. Even kijken. Wat zit daar in? Nou, er zit een kaart in van Bolplein. En die goodie bag, die, ik weet eigenlijk niet of je die nou ook kan kopen of niet. Volgens mij wel, maar de inhoud zal dan misschien net iets anders zijn. Maar dat weet ik niet exact. Kun je ongetwijfeld vinden op de website van Bolplein. Lekker voorbereid, Siem. Lekker voorbereid. Snelle levering, gratis verzenden vanaf €40. Groot assortiment. Nou, dat hebben ze zeker. Een groot assortiment. Ik heb aan het begin van de video even een paar foto's laten zien. En dat zijn de foto's die Len gemaakt heeft, Lennart. Toen we daar waren. Maar ik had niet het idee van tevoren dat het zo groot was. Echt. Wauw. Echt heel gaaf. En we hebben zo ook nog een hoek waar we dan lekker koffie hebben zitten drinken. En in die hoek kan je overigens gratis koffie pakken. Daar hebben ze ook alle dekens liggen. Alle pakketten zeg maar die zij verkopen. Daar hebben ze dan ook de voorbeelden van liggen. Echt zo gaaf om te zien. En toen zag ik nog de deken van Tertia. Ook zo'n gaaf patroon. Weet je wel, Tertia van Therese Leven. Therese Creatieve Leven. Echt heel gaaf. Heel gaaf. Maar goed, het gaat nu over de Bolplein. Even kijken, wat zit er allemaal in? Oh, dat is handig. Er zit een doosje in met verschillende stekenmarkeerders. Wat leuk om dat in zo'n doosje te doen. Erg leuk. Dus die zit erin. Dan heb ik... Hey. Dit is een soort van etui. Van tevoren mijn excuus voor het gekraak. Mooi gepakt in plastic. Hier haal ik eruit. Zo. Wat kan hierin? Oeh, dat is nog... Oh, kijk eens. Hey. Daar kan je gewoon je bolletjes katoen in doen. Bijvoorbeeld. Kijk. Als je ergens mee bezig bent. Oh, dat is nog een grote ook nog. Kijk dan hoe breed. Dan kan je je bolletjes in doen. En dan kan je het draadje hierdoor naar voren laten komen. Heel handig als je amigurumis maakt bijvoorbeeld. En je bent onderweg. En dan kan je hier bovenin nog eventueel je schaartje. Wat stekenmarkeerders. Zo, stekenmarkeer dat ding erin. Je haaknaalden waarmee je bezig bent. Eventueel je naalden en zo. Handig. Echt een leuk ding. En dan hier het logo van Bolplein. Erg leuk. Oh, en er zit aan beide kanten... Oh, je kan hem ook... Oh, dat is helemaal handig. Kijk. Je kan hem aan beide kanten zo dichtritsen, zo ook nog. En dan kan je hem hier zo aan meedragen. Haha, dus als ik naar het park ga en ik neem kleine dingetjes mee, kan ik ze hierin doen in mijn nieuwe Bolpleintas. Ah, gaaf. Dus die. En dan zit er een bolletje in van Creative Bubble. Dat is van Rico. 50 gram, 90 meter. En dat is van dat sponsgaren. Dus daar kun je hele leuke dingen van maken. En wat ik zo leuk vond bij Bolplein ook, is dat ze overal hebben ze voorbeelden staan. Voorbeelden van wat je ermee kan maken.
Heel gaaf. Ik zag bijvoorbeeld ergens een octopus die je ook van dit garen kan maken. Zo leuk. En al die patronen die vind je allemaal terug op de site van Wolplein onder de blog die ze daar hebben. Het zijn allemaal gratis patronen. Heel gaaf. Kijk, het is 100% polyester. Haaknaald 4, breinaalden 2. Nice, nice, nice. Ja, en dit is echt, ik weet niet, staat de kleur erop? Nee, nummer 26. Nou, dit is echt knallend roze. Dan heb ik datzelfde garen, maar dan in neongeel. Ja, het zal ook neonroze zijn en neongeel. Die heb ik ook gezien daar. En daar hadden ze bad-eendjes of eendjes van gemaakt. Ook zo'n leuk idee. Dus amigurumis is niet helemaal mijn ding. Ik vind het wel heel leuk, maar ik krijg snel last van. Maar ik denk dat ik het toch eens ga uitproberen. Want ik vind het wel leuk om mijn kamer hier op te blijen met... Wat zei ik nou serieus? Opblijen? Nou ja, op te leuken met dit soort dingen. Leuk. Erg leuk. Dus die zaten er ook in. Of zitten er in bij mij. Dan heb ik hier, oh kijk, een sleutelhanger met drie maten haaknaalden. Even uithalen. En wat ik zo leuk vind, dit zijn gewoon drie verschillende kleuren paars. Meestal vind je ze in drie verschillende kleuren. Maar deze zijn gewoon in drie kleuren paars. 3 mm, 4 mm en 5 mm. Leuk, 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 leuk. Want dit is wel, dat is echt wel mijn kleur. Heel gaaf. Dus die zitten er ook in. Dan heb ik hier twee bollen van Yarn and Colors Furry. Nou, ik, dit soort garen, dat vind ik heel lastig om mee te werken. Maar omdat ze hierin zitten... ga ik toch proberen. Ik ga eens kijken op de website van Wolplein of zij daar ook iets van een patroontje van hebben. En dan ga ik eens kijken of ik daar iets mee kan maken. Vind ik niet iets wat... Ja, ik vind het altijd lastig. Het is heel persoonlijk namelijk of je iets leuk vindt. Dus, en anders ga ik dit gebruiken voor een randje voor ergens langs. Want nou, daar gebruik ik het dan wel voor. Maar wat een mooie kleur. 50 gram, 75 meter per bol. Ik zit even te kijken of ik nog een kleur kan vinden. Ja, dit is de kleur klei. Dus de kleikleur. Mooi. Heel mooi. Ja, past bij mij. Dus daar zitten er twee van in. Dan heb ik hier een... row counter, dus een rij of een toerenteller. Een toerenteller heet dat, zie. Een toerenteller. En uiteraard in de roze kleur van Wolplein. Kan je zo op het knopje drukken en dan telt hij zeg maar je aantal toeren. Hup, eentje erbij. Kan je dat zien? Handig hoor, als je bijvoorbeeld bezig bent met spiraal haken en je vindt het bijvoorbeeld heel lastig om te zien hoeveel toeren je gedaan hebt met vaste. Dan is dit heel handig. Maar niet alleen in het spiraal haken, maar zeker met het op- en neer haken van vaste. Er zijn heel veel mensen die daar moeite mee hebben. En dan is zo'n toerenteller echt super handig. Zelfs met breien. Ik heb begrepen dat met breien dat het ook heel fijn is. Dus die zit er ook bij. En dan, hey, de crochet light. Een crochet light, dat is een haaknaald met een lampje. Kijk of die, nee. Ik denk, want hier, kijk, hier zit nog het labeltje tussen. Dus vandaar dat die van mij het nog niet doet. Ik ga hem gewoon openmaken, want ik heb zelf ook een aantal van die crochet lights. En... ik vind het heel fijn als je 's avonds buiten zit bijvoorbeeld in de zomerperiode. En het wordt wat donkerder. Dan vind ik het echt heel fijn om deze te gebruiken. Ik ga deze er gewoon tussenuit trekken. Zo.
Tadaa! En dan zie je al. En geloof me, op beeld is het altijd feller dan in het echt. Ik vind het precies goed. En ik vind het ook lekker haken. Ondanks dat dit van plastic is. Ik vind het lekker. Heel gaaf. En dan. Last. But not least. Echt. Dit is wel echt de klapper in de box. De Katia. In de box zei ik, hè. In de tas. De Katia Funny Rainbow. En kijk eens. Kijk eens wat een fantastische, mooie kleuren dit bij elkaar zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Dit is, even kijken, 150 gram, 630 meter. Hier staat haaknaald 3. 3,5, sommige mensen 4. Ja, kan ik me in vinden. En dit is kleur nummer 100. En ik heb geen idee hoeveel andere kleuren er nog zijn. En ik ben echt onwijs benieuwd hoe dit gaat worden. Mooi hoor. Oh, het is 100% katoen. Oh, dit is zo leuk voor een... leuke zomersjaal. Ga ik eens even over nadenken. Gaaf dit. Volgens mij, als je zo'n bol zou kopen, dan krijg je er volgens mij ook vaak een patroon bij. Of die kan je erbij krijgen als je in het inspiratiecentrum bent. Weet ik niet 100% zeker, maar als je er bent, zou je het eens kunnen navragen. Mooi dit, heel gaaf. Nou, dit zit allemaal... In mijn goodie bag. Zomaar gekregen. Echt. Ja. Samen met de tas. Echt heel gaaf. Dankjewel Wolplein. En dankjewel Vonne en team dat ik met jullie mee mocht. Michael, dankjewel voor het regelen. Echt heel gaaf. Dank jullie wel. Maar nu zullen jullie denken van, wat heb je dan zelf nog gekocht? Nou, ik zal dit even aan de kant leggen. Doe ik het gewoon even terug in mijn tas. Zo. Cool, hè? Echt zo cool dit. Oké. Dat dus. Terug in de tas. Je hebt bij Wolplein heb je heel veel. Nou, je hebt dus zeg maar een kasten en dan alles bij elkaar. En toen kwam ik op een gegeven moment bij een kast. En daar hadden ze allerlei dingen van yarn en colors. Dus lekker voelen en hoe ziet het eruit? En meestal hebben ze van dingen één of soms twee dingen. In de winkel liggen en dan ga je met je mandje ga je zeg maar naar de soort van kassa toe en daar wisselen ze zeg maar om voor het product uit het magazijn. En al die bolletjes waar iedereen met zijn vingers aan gezeten heeft, die gaan weer terug. En nu zag ik daar, echt heel gaaf, nu zag ik daar een muziekdoosje in de vorm van een muziekdoosje, maar dan hadden ze daar een cupcake omheen gemaakt. Nou, ik dacht, die wil ik. Ik vind amigurumis lastig, zoals ik eerder al zei, maar die wil ik. Die wil ik als herinnering aan deze dag. Die wil ik als blij element in mijn haakkamer. Die wil ik gewoon. Dat is gewoon, past bij me. Dus op dat kaartje aan die grote cupcake. Daar staat dan precies op wat je nodig hebt om dat te kunnen maken. Mijn kleuren heb ik iets anders gekozen dan de kleuren die zij aangaven. Gewoon omdat dat ook bij mij past. Maar deze kleur, dat is de... Even kijken. Dit is de Yarn & Colors Super Charming.
66% katoen, 34% acryl, 50 gram, 75 meter. En dit is de kleur saté. En die wordt ook in het origineel dat ontworpen is, het patroon ontworpen is zeg maar door de Wolplein, wordt deze ook gebruikt. Ik zeg ontworpen door Wolplein, maar het is ongetwijfeld de ontwerpster van Wolplein. En sorry, maar jouw naam schiet me nu even niet te binnen. Het patroon is in ieder geval gratis te vinden op de website van Wolplein. Bij de blog. Dat is zeg maar het cake gedeelte van je cupcake. Dan heb je zeg maar dat gedeelte wat dan zo erbovenop zit. Daar heb ik voor gekozen om deze kleur te kiezen. De Yarn & Colors Epic. Dit is een 100% katoen, 75 meter. 5 mm haaknaald staat erop. En dit is de kleur Cotton Candy. Die wilde ik daarvoor gebruiken. Zij gebruiken ook een roze tint. Maar zij gebruiken echt zo'n hot pink kleur. En ik weet niet precies welke kleur, maar echt heel fel, fel roze. Ja, meer de Wolplein roze, zeg maar. Dan gaat er nog een beetje slagroom op je cupcake. En daarvoor gebruiken zij wit. Ja, slagroom is wit. Dus daar gebruik ik ook wit voor. Dit is de white. Ook van Yarn & Colors Epic. Dan heb je zeg maar op het roze gedeelte van de cupcake. Is het de bedoeling dat je nog wat spikkels maakt? Nou, dat wilde ik eigenlijk ook van hetzelfde garen doen. En toen zag ik dat aangeraden werd om die spikkels dan te maken van die kleine bolletjes. De Yarn & Colors Must Have Minis. Dus daar heb ik er een paar van gekocht. Deze drie. En dat is de Green Ice. De Vanilla. En de Opaline Glass. Dus die drie heb ik daarvoor gekocht. En toen kreeg ik nog van Sharon, kreeg ik deze erbij. Dus die past er heel goed bij. Dankjewel Sharon. Dus die, die vind ik er ook goed bij passen. En voor een ander project waar ik mee bezig ben, nog achter de schermen, heb ik deze kleur gekocht. Dit is de Fiery Orange. Gaan jullie binnenkort ook zien. Dit is gewoon oranje. Heel leuk die kleine minis. Ze zijn niet duur. Er zit 25 meter op. 10 gram. En jij kan er best wel iets... vooral voor amigurumis en zo kun je echt leuke dingetjes van maken. Dus die heb ik ook gekocht. Maar die hoort dan bij een ander project. Niet bij mijn cupcake. En dan de kaars op de cupcake. Die hadden zij in een paarse tint van de By Claire Sparkle. En ik hou van zilver. Dus ik heb gekozen om de Silver Moonlight kleur daarvoor te kiezen. Dat is het bolletje van 25 gram, 62 meter. Dit is bedoeld als aandenken voor mij, zeg maar, aan de dag. Daar zit ook nog een, vergeet ik bijna. Daar zit ook nog een muziekdoosje in. En daar zou een klein muziekdoosje in kunnen. Maar die hadden ze niet meer op voorraad. Nou, toen had ik zoiets van, weet je wat? Ik zou Siem niet zijn als ik het gewoon voor elkaar krijg om daar de grote in te krijgen. Dus ik heb de Happy Birthday. Maar dan de grote gekocht. Dus die heb ik ook gekocht. Die hoort dan hierbij. Dus ik ben wel echt super benieuwd of ik dat voor elkaar ga krijgen. Maar hey, ik verzin wel iets. Dus dat hebben we gekocht. Nou, deze komt dan voor een ander project. Als jullie Michael volgen op zijn YouTube kanaal Mike's Creatieve Wereld. Dan weet jullie ook dat hij niet alleen haaktutorials maakt. En niet alleen unboxing video's doet. Maar... en reviews, maar hij maakt ook breitutorials. En ik hoop dat hij mij goed kan leren breien. Dus wat heb ik gekocht? Ik heb breipunten gekocht.
De Knit Pro Zing. En dan in de 8 mm. Want ik ga het mezelf niet moeilijk maken met hele dunnetjes. Deze heb ik gekocht. Want ik heb namelijk nog van die kabels. En die kabels die passen ook niet alleen op je Tunische haaknaal. Maar die passen dus ook op die breipunten. Dus dat heb ik ook gekocht. En nou hebben ze, als je zeg maar Wolplein inkomt. En je gaat dan zeg maar links de inspiratiecentrum in. En nou ja, je gaat, loopt er dan doorheen. En dan wat verder het inspiratiecentrum in. Dan kom je bij een afdeling waar ze de opruiming hebben. En daar vond ik deze bolletjes. De Lana Grossa Baby Soft. Super zacht gaar. Echt super zacht. 60% polyamide en 40% katoen. Bolletjes van 50 gram en er zit 150 meter op. Het is een beetje een apart draadje. Ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen. Maar dit is voor mij uit mijn comfortzone, zeg maar, als het ware. Maar toch heb ik daar 3 bolletjes van gekocht. Dus deze, die en die. Zo. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dit is een witte. Zijn de kleuren erop? Is het misschien makkelijker? Nee, volgens mij staat de kleurnaam niet op. Maar het is, in mijn ogen is dit wit. Dit is dat powder pink en heel zacht lila. Heel zacht lila. Bijna tegen het grijs aan. Ik hou hem even. Ja, misschien is het ook zelfs wel grijzig. Ik weet het niet zo goed. Maar dat die kleuren bij elkaar vond ik echt zo ontzettend gaaf. Dus ik dacht 450 meter Baby Soft van Lana Grossa. Daar kan ik vast wel een leuk projectje van maken. Dus dit heb ik gekocht als cadeautje voor mezelf. En misschien ga ik die Lana Grossa nog in een tutorial gebruiken. Dit ga ik zeker niet in een tutorial gebruiken. Maar ik ga jullie wel laten zien hoe die geworden is. En deze komt wel voor in een tutorial. En dan breien ben ik gewoon niet goed genoeg om dat te laten zien. Maar als jullie zeggen van nou, ik wil dat gestuntel wel zien met jou met breien. En maak daar maar eens een filmpje van. Dan laat het mij beneden hier in de beschrijving van de video weten. Dan ga ik dat misschien doen. Maar nou ja, dit was dus samen met de tas die goodiebag gekregen heb van Wolplein. Was dit waar ik mee naar huis ging. En wat ik het allerbelangrijkste vond aan deze dag. Was dat ik dat werd gewoon voor mij bevestigd. Wat voor een mooi en hecht team Vonne heeft. Wauw. Echt. En dat zij mij gevraagd hebben of ik mee wilde gaan. Nou, fantastisch. Zij geven mij gewoon allemaal het gevoel dat ik erbij hoor. En dat is heel fijn. Dus, dames en heren, dank jullie wel. Ik vond het een bijzonder fijne ervaring. En ik hoop jullie allemaal heel snel weer te zien. Wolplein, dank jullie wel dat wij lekker een middag bij jullie mochten snuffelen. Rondkijken, koffie drinken. Nog meer snuffelen. En dank jullie wel ook voor de fantastische goodiebag. Echt super gaaf. Heb jij nog nooit geshopt bij Wolplein? Aanraden om een keer naar Zaltbommel te gaan als je in de buurt bent. Of plan er een leuke dag van. Of shop online op www.wolplein.nl. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om je te abonneren op mijn YouTube kanaal. En geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan hoop ik dat je van de rest van de dag keihard geniet. Ik gun het je. Dag! 12 seconds later. Cool, hè? Oh, die tas, hè? Oh. Gaaf, man. Dit is wat een gaaf bol, zeg. Echt, alles wat erin zit is gaaf. Echt waanzinnig dit. Nou, dank jullie wel, Wolplein. Super! Bye.
into myself. What a wonderful world.